ik moet ook een speciale band met Katelijnen. Dus ik elke morgen heen Katelijnen. Ik ga bijna heen Jan, hoe is het? Ik heb Katelijnen nog eens. Het bedrijf eigenlijk een peloton. Het is een sprintersbal worden. Het bedrijf is eigenlijk allemaal. Even kijken. Nee, concentratie, ze moet zich concentreren. Als ik weer ken. Mooi, hè? Hup!
applaus voor de winnares van de etappe. Je ziet heute voor Mieke Kreuken van Virtus Cycling. Hij krijgt eens daar in het glunderende gezicht. De Tarzan krijgt Romy Kasper. We gaan de sprint krijgen vanaf de derde plaats in de wedstrijd. Met Jolly Toren, de Belgische pistier die een geweldige derde plaats voor zich opwijst. En we zijn de dames van Virtus Cycling blij met die hele mooie zegen van Mieke Kreuken. We namen die kilometers lang samen met Nicole Stijkinga. Gaat hier binnenkomen. En ook Romy Kasper voorop rijdt, heeft zij uiteraard de zegen meer dan verdiend. Op het grote beeld van Podium TV ziet u nogmaals de prachtige zegen van Mieke Kreuker. Terug, vierde werk op het WK. Hoe dat hier gaat finishen, zojuist hier ook de mens komt naar de van Veronica Gumwald uit Polen. Ook een loodzware tweede etappe op zitten, 135 kilometer. Vandaag hier afgelegd door de Friese drijven. Applaus hier voor Anne-Marijn van der Graaf. Ik denk dat we eten van.